Oké, een vraag van Jan-Jaap Klomp. Weet iemand hoe je nieuwe fonds op een grantboek kunt zetten? Nou, Jan-Jaap, het is waarschijnlijk nog simpeler dan je zou denken, maar ik doe het even via een omweggetje. Want ik zit op een site, in dit geval van Amit Agarwal, en wat je hier ziet is een Google Doc. Met een heel leuk handschrift. Een handschrift dat ik niet heb. Label, en ik kan het verder niet lezen. Maar het leuke is, ook al heb ik dat handschrift zelf niet geïnstalleerd, als ik een kopie maak van dit document. Zo, een kopie maken. Dan zul je zien dat dat font, want daar gaat het over natuurlijk, automatisch wordt meegeïnstalleerd. Kijk. Label, nou wat staat er? Aurora. Dus ik heb door een document van iemand anders te gebruiken, heb ik automatisch ook de beschikking over dat font. Stel nu dat ik dat niet mooi vind. Ik vind het niet mooi. En ik wil een ander font installeren, dat is jouw vraag. Dan ga ik gewoon hier naartoe en dan staat hier meer lettertypen. En dan kan ik gaan zoeken wat ik wil op deze manier. Ik kan ook gaan sorteren op populariteit of op soorten schrift. Bijvoorbeeld, ik wil wel een handschrift. Nou, dan krijg ik veel meer handschriften. Courgette lijkt me wel leuk. Ik klik het aan en vanaf dat moment heb ik de beschikking over dat lettertype. Zo simpel is het in Google Docs, maar zo simpel is het ook in, nou in dit geval Google Slides. Want als ik nu hier naartoe ga, dan kan ik ook weer hetzelfde doen. Oh, dan moet ik wel wat selecteren natuurlijk. En dan kan ik Walter Turncoat. Hoppa, zie? Nou, dus zo simpel is het om een ander lettertype te installeren op je Google Chromebook, want daar maak ik nu deze screencast op. Of ik begrijp je vraag niet helemaal. Nou, ik zal dit posten en dan kun je daarop reageren. Bedankt voor het kijken.